kun jij in een bontewever en als er 5000 man op 1,5 meter houden, mag je nog wel 3 van die bontewevers ernaast zetten. Dan zet je hier een beetje de ruimte. Toeten was buiten, ja. Gebeurt altijd wat in Dordt, hè, dus. Echt, hè? Nee, dus, Ik nog, ik denk dat ik misschien maar een van de favorieten ben. Ik ben wel gewend om in lege zalen te gooien, of bij de BDO ook of zo, dus. Ik denk dat dat bijna niet te handhaven zijn. Dus ja, je loopt toch langs elkaar heen. En je gaat ingooien met elkaar. En... Welkom kijkers bij een nieuwe Darts Talk. Mijn naam is Olaf Knook. Ik word hierbij gestaan door Corrado Franke. Corrado, zeg eens hallo. Goedemiddag Olaf. Dankjewel om je aan te schuiven. Ja, geen probleem vent. Vandaag praten we met 2 Nederlandse PDC-spelers over darten in coronatijd. Eerste kandidaat, de nummer 97 van de wereld, Mike van Duivenbode. Welkom. Hey jongens, goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, na omstandigheden gaat het met mij goed eigenlijk. Ik mag niet klagen. Ja, ja, je hebt een moeilijke periode achter zich, denk ik, met het coronavirus. Ja, nou kijk, weet je, het is voor iedereen een moeilijke periode. Alleen... Ja, voor ons darters is het natuurlijk wel vervelend, omdat we normaal gesproken natuurlijk veel spelen en nou in één keer niet meer. Maar ja, het hoort er een beetje bij en je moet je aanpassen aan de situatie en ermee dealen. Ja, want je laatste officiële wedstrijd dateert van 15 maart op de Player Championships. Ja. PDC circuit ligt nu stil natuurlijk. Maar heeft het coronavirus ook jouw carrière in zekere zin beïnvloed? Ja, ik denk wel iedereen's carrière natuurlijk, want zeker de spelers met een toolkaart, die zijn gewend om week in week uit naar Engeland te vliegen en te spelen. En van de een op de andere week is dat eigenlijk stilgevallen. En denk ik dat het voor andere spelers wel grotere gevolgen heeft dan als ik naar mezelf kijk. Omdat ik ook nog gewoon een beetje werk erbij door de weeks. En zo nog wel mijn centen verdien. En ik verdiende ook nog niet heel erg veel natuurlijk aan prijzengeld op de Tour. Dus wat dat betreft valt het voor mij wel mee. Maar spelers die een beetje plek 30, 40 van de wereld staan, weet je wel, die echt op het punt staan om nog te kunnen leven. Ik denk dat het voor hun wel een stuk zwaarder is. Die hebben misschien ook hun werk al opgezegd, weet je wel. En die hebben er wel meer last van, denk ik. En als we dan nu kijken naar hoeveel je nu aan het darten bent, nu juist meer aan het trainen of minder aan het trainen? Ja, de eerste 2 maanden nadat het allemaal stil kwam te liggen, heb ik wel extra veel gegooid eigenlijk. We gingen heel veel thuis online darten met een camera erbij, met vrienden onderling, met ons team. En dan ben je in het begin heel even, is het leuk, weet je wel, is weer wat nieuws en zo blijf je lekker bezig. Maar nu na 3-4 maanden merk je wel dat je toch echt wel een beetje moeder van wordt van het thuis darten. Gewoon mentaal gewoon lastig, dat je niet weet van waar je ook voor aan het voorbereiden bent, denk ik. Ja, ik had natuurlijk een maand of 2 maanden geleden, 1,5 maand geleden, had ik natuurlijk de PDC Home Tour. En uiteindelijk ben ik ook nog toen die pool doorgekomen als nummer 2. Dus toen had ik nog een keer om me voor te bereiden voor een nieuwe avond Home Tour. Dus dan leef je ergens naartoe. En nu is dat echt al een tijd niet. Ja, nu dan misschien volgende maand, maar dat is ook nog niet allemaal zeker. Dus ja, je wordt er wel een beetje moe van. Ga jij afreizen naar Milton Keynes voor de nieuwe PDC Summer Series? Nou, het is een beetje afwachten allemaal, want wij weten ook nog niet zo heel veel. Het enige dat we weten is dat ze dus die 5 protos willen spelen volgende maand. Maar ze zijn nog aan het kijken naar regelingen qua quarantaine en zo. Want volgens mij is de regel nu... Zou ik zo af met trillen uitzetten? Ik dacht wel, een toeter was buiten, joh. Vreselijk. Okay, gebeurt altijd wat in Dordt, hè, dus. Echt, hè? Nee, dus... wat was ik? Dus... voor mij is de regel nu, als je vanaf... buitenland Engeland vliegt, dat je in quarantaine moet 2 weken. En dat is gewoon geen optie. Ik denk dat niemand dat zou willen. Maar als ze die regels kunnen versoepelen, dat wij gewoon de dag voor de proto daar naartoe mogen, ja, dan ga ik dat wel zeker doen. Dan wil ik daar wel voor gaan, ja. Dan ben ik wel blij dat we weer kunnen spelen. En zie jij het zitten om Eurotours en majors te gooien zonder publiek? Nou ja, voorlopig heb ik nog nooit op een major of een Eurotour staan. Dus alles is beter dan niks. Maar... ja, als ik me zou kunnen kwalificeren voor een Eurotour en ik zou mogen spelen zonder publiek, ja, dan zou ik dat wel doen. Je krijgt er toch weer prijzen gehad voor, ook voor je ranking. Ja, en in hoeverre heb je nu überhaupt duidelijkheid over hoe de rest van je jaar eruit gaat zien? Ja, heel weinig. Echt, ik denk dat wij net zoveel weten als jullie, als de mensen buitenaf. Het enige dat wij nu weten is dat er dus waarschijnlijk volgende maand 5 protos gespeeld worden, vlak voor de World Matchplay. En
er is zoveel onduidelijkheid. Ik bedoel, ja, we weten ook niet hoe het gaat lopen natuurlijk. Ik bedoel, blijft die lockdown daar? Of tenminste, lockdown, strenge regels, zeg maar. Ja, we weten het niet. Nou ja, dan zou nu bijvoorbeeld het spelen van lokale toernooien wel eerder een optie zijn. Hoe denk je dat dat al snel mogelijk is? Met de regels die er nu zijn? Of met de versoepelingen die er misschien wel aankomen? Ja, zoals ik nu op Facebook zie, worden er af en toe al in sommige kroegen weer wat toernooien gespeeld met 28 deelnemers. En ik heb daar nog even mee gewacht, omdat ik niet straks daar wil darten en dan een boete van €400 krijgen. Dus ik wacht er nog even mee. Maar als dat allemaal echt weer gaat lopen en weer regelmatig lokale toernooitjes, wil ik dat zeker weer gaan spelen. Ook weer om echt dat wedstrijdritme op te bouwen. Ja, zeker weten. Ja, maar wat vind jij van het besluit van de PDC om toernooien als World Matchplay en een World Cup of Darts toch door te laten gaan? Ja, ik snap op zich die keuze wel, want dat zijn natuurlijk echt de grote majors waar het om draait, zeker voor de spelers die ervoor geplaatst zijn. En het is natuurlijk ook ik denk voornamelijk een heel commercieel iets, want er gaan natuurlijk heel veel centjes in om, met sponsorgeld en de tv-rechten en normaal gesproken dan publiek natuurlijk, en de kaartverkoop. Dus de PDC doet natuurlijk alles aan om die grote toernooien door te laten gaan, zoals een matchplay. En volgens mij willen ze ook nog wat Premier League avond inhalen. Dus ik snap op zich die keuze wel, dat ze dat willen doen. Ja. In principe mag je bijna niks meer. Handen schudden is verleden tijd. Je moet echt, als je koppels speelt in competitie, allemaal op 1,5 meter afstand staan. In sommige cafés is dat natuurlijk niet mogelijk. Maar ja, ze zijn wel heel erg streng geworden. Maar in principe denk ik ook wel logisch, toch? Nou ja, tuurlijk. Kijk, als de regels er zijn van je moet die 1,5 meter afstand houden. En dan snap ik dat er regels zijn, weet je wel. Want als er geen regels zijn, dan gaat het straks misschien mis. En dan mogen er straks geen toernooien meer georganiseerd worden. En ik vind het heel logisch dat je elkaar niet meer mag handen schudden of zo. Dat zou ik ook niet heel erg vinden, weet je wel. Maar ik denk wel dat het lastig is om echt 1,5 meter afstand te houden als je competitie speelt of als je een ranking speelt voor de NLB. Ik denk dat bijna niet te handhaven is eigenlijk. Want ja, je loopt toch langs elkaar heen en je gaat ingooien met elkaar. En ik denk dat het heel moeilijk te handhaven is. Maar als iedereen gewoon een beetje oplet en rekening probeert mee te houden, dat je in ieder geval die afstand probeert te houden dan. Ja, denk je dat het coronavirus het dartsport heeft veranderd op korte termijn of misschien zelfs op lang termijn? Op zich zou dat wel kunnen, zeker nu op de korte termijn natuurlijk. Want ja, als straks weer toernooien gaan beginnen of competitie eventueel gaat beginnen, dan wat je net vertelt, hè, handen mogen niet meer geschud worden. Dus je krijgt een soort van iets andere soort wedstrijd. En mensen proberen toch iets meer afstand te houden. En je zal niet meer zo gauw met 4 man per bord gaan staan als je 8 borden naast elkaar hebt. Dus wat dat betreft heeft het wel invloed, ja. Maar ik hoop wel dat dit gedoe allemaal in de loop van de maanden of misschien wel volgend jaar gewoon over is, overgaat. En dat het toch alweer wordt zoals normaal. Natuurlijk, op de wat grotere podia, bijvoorbeeld Eurotours, whatever, dan zou het misschien wel mogelijk kunnen zijn. Maar als je dan in ingooiruimtes of in een hotel waar veel spelers zitten, ja, noem het maar op. Ik denk dat dat het nog wel extra vermoeilijkt. Hoe zie jij dat? Ja, dat sowieso. Kijk, op zo'n Eurotour inderdaad, dan heb je 1 podium en dat is heel groot. En dan kan je in principe heel makkelijk gewoon richtlijnen maken. Dat je met een grote boog eromheen moet lopen. Of dat hadden ze voor mij ook met dat kwalificatietoernooi in Duitsland gedaan. Dat ze echt hele looproutes hadden. En dan is het te doen. Maar als je echt in een zaal staat of in een hotel waar meerdere banen zijn met meerdere spelers, is het heel moeilijk om inderdaad dat te handhaven, inderdaad, die afstand. En ja, met al die trainingen, ondanks dat er nog weinig bekend is van wat er dit jaar gaat gebeuren, los van een paar majors. Wat is je grote doel voor dit jaar, of meerdere doelen misschien? Nou, het enige doel dat ik mijzelf nu kan stellen is, zodra er weer toernooien gespeeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld volgende maand die Pro Tours, om daar gewoon naartoe te gaan. En daar gewoon mijn uiterste best te doen, zoals ik altijd doe. En een doel stellen is heel moeilijk. Zeker op basis van ranking, omdat we niet weten hoeveel er nog gespeeld gaat worden. Of er überhaupt toernooien nog gaan meetellen voor de ranking. Of we volgend jaar weer opnieuw mogen spelen of dat we onze toolkit kwijt raken. Ik weet het allemaal niet. Ik ga gewoon wat we kunnen spelen, ga ik gewoon spelen. En daar ga ik gewoon mijn uiterste best voor doen. Ik heb hem volgens mij wel. Ja, ik ben er ook wel doorheen, denk ik. Ik wil je hartelijk bedanken, Mike. Nou, jullie ook hartstikke bedankt. En succes nog straks met Martijn. Ja, komt goed. Ik wens je veel succes in de toekomst. Ja, dankjewel jongens. Hey, groet, hè. Hey, heel goed. Is goed. Dankjewel. Nou, onze tweede kandidaat is inmiddels aangeschoven.
de nummer 99 van de wereld, Martijn Kleermaker. Martijn, welkom. Hoi, hallo. Ja, inmiddels toch al een maand of drie een beetje rustig. Het gaat gelukkig goed, gezondheid goed. Dat is het belangrijkste natuurlijk in deze periode. Maar de verveling is ook wel behoorlijk aanwezig. Ja, snap ik wel. Want je laatste officiële wedstrijd is alweer van 15 maart. De Player Championships toen. PC-circuit ligt natuurlijk nu stil. Heeft het virus ook jouw carrière beïnvloed? We zitten nu inmiddels al een maand of drie zitten we stil. We kunnen geen kant op. Engeland kunnen we nog niet in. Je kan alleen maar als je quarantaineverplichtingen. Het virus heeft nog steeds de overhand. Dus dat heeft natuurlijk wel invloed op de weg die ik ingeslagen was dit jaar. Het doel was natuurlijk om fulltime prof te zijn. Stoppen met werken en alles op het dart te gooien. Ja goed, en als dan het dart stil komt te liggen, dan doe je een beetje vrij weinig buiten je trainingsuren om. Ja, dan heb je daar in een bepaalde mate spijt van dat je je werk nu hebt opgezegd? Dat het dan liever toch een paar maanden later misschien een optie was? Ja, kijk. De enige manier waarop mijn werk nu, het enige wat ik nu mis dan eigenlijk, is dat ik dat stukje regelmaat en ritme en regelmaat zeg maar in de doordeweekse dagen. Hè, dat we gewoon vroeg opstaan, even aan het werk, even jezelf nuttig maken. Gelukkig gaan mijn kinderen nu weer naar school, dus dan moet ik alsnog vroeg op. Je brengt ze naar school toe, alleen vervolgens kom je thuis en dan is het weer, wat gaan we doen vandaag? En wel steeds meer trainen natuurlijk bij, omdat je weet dat die summer series eraan zitten te komen. Dus dan ga je zelf toch wel... meer klaarstomen als wat je voorheen deed. Ga jij afreizen naar Milton Keynes voor de PDC Summer Series? Ja, 100%. Ja, nee, ik zou er sowieso, dat ik meteen gereageerd van dat ik daar aan mee zou doen. Vraag is natuurlijk wel nog steeds van, gaat het meetellen voor de ranking? Hè? Want je zit natuurlijk met hoeveel deelnemers kunnen er meedoen van de tourkaarthouders. Want je zit natuurlijk wel in een hele lastige situatie momenteel. Hè? Je hebt 128 man. Maar van die 128 man zijn er misschien ook al een mannetje of 5-6 of misschien wel meer. Die zoiets hebben van die in hun tweede jaar zitten. Die eigenlijk al zo goed als hun tourkaart kwijt zijn. Ja, hoeveel zin heeft het voor hun om af te reizen naar Milton Keynes voor een hele week? En bijvoorbeeld die home tour is dan een van de weinige dingen die je wel hebt kunnen doen. Top 32 eindstation in de groepsfase onder andere Michael Smith verslagen. Hoe heb je dat ervaren? Ja, ik vond het van de PDC hartstikke goed dat ze zoiets organiseren en dat ze dat op touw zetten voor de spelers. De manier van gooien is natuurlijk gewoon compleet anders dan wanneer je gewoon real life tegen elkaar gooit. Neem mijn port tegen Michael Smith. Michael Smith is een snelle speler, ik ben ook een snelle speler. Normaal gesproken, als wij tegen elkaar zouden spelen op de Tour, dan krijg je echt zo'n wervelwindpartijtje. Waarin je allebei vol gas en vol tempo erin. En nu heb je elke keer toch opgehouden, na elke lek weer even 20 secondjes wachten en... Het is gewoon anders gooien. Je staat in je eentje in een leeg trainingshokje. Geen enkel gevoel van entourage of weet ik of wat. Je ziet je tegenstander ook niet, behalve dan zijn dartbord. Dus ja, het was heel fijn dat ze zoiets organiseren. Ook omdat je natuurlijk financieel er nog weer iets aan van overhoudt. Dus dat ze op die manier aan je denken. Maar het is wel verre van ideaal natuurlijk. Dat staat buiten kijf. Maar op een gegeven moment... speel ik die eerste poolwedstrijd en duurde het een maand voordat ik mijn tweede pool moet spelen. Ja, en in die maand ertussen kom je er toch weer in hetzelfde verhaal. Dus je traint wel en we maken ook zeker onze arbeid wel. Alleen je wist nog niet van waarvoor je eigenlijk trainde. Want ja, waar wij eigenlijk allemaal naar streefden was een datum. Een datum waarvan je weet van dan moeten we weer. En daarom ben ik nu zo blij met in principe die Summer Series. Dat je een datum hebt waarvan je weet van nu kun je gewoon weer een route uitstippelen. En je kan weer echt gericht aan de gang en jezelf gewoon weer optimaal voorbereiden. Want ja, je moet zo meteen, als het allemaal zo doorgaat, wel gewoon even 5 dagen achter elkaar darten. Ja, begin maart heb je nog de UK Open gespeeld. Zie jij het zit om, stel dat je je kwalificeert voor een major of een Eurotour zonder publiek te gooien? Ja, jawel. Dat zou mij niet zoveel uitmaken. Sterker nog, ik denk dat ik misschien wel een van de favorieten ben. Ik ben wel gewend om in lege zalen te gooien, want bij de BDO ook altijd zo. Dus... Jawel. Bij de BDO heb je 6 jaar gespeeld nog. Ja, wellicht dat ik daar nog een voordeel uit trek. Bij het BDO WK afgelopen jaar zou kunnen. Dat was ook een lege zaal. Hoe denk je überhaupt dat dit jaar eruit gaat zien? Want er is natuurlijk nu met de Summer Series een aantal dingen wel duidelijk, maar het meeste nog niet. Wat denk je wat er nog van dit dartjaar terechtkomt?
Ja, dat is echt zo lastig te zeggen. Kijk, de Summer Series, we hopen natuurlijk allemaal dat dat gewoon doorgaat. Nou, dan heb je in ieder geval weer 5 vloertoernooien op een rij. Dus dan maak je in ieder geval weer een kleine inhaalslag van wat je natuurlijk nu achterloopt. Die Eurotour hebben ze al gezegd, van daar skippen ze er dit jaar 8 van. Dat is natuurlijk een hoop. Aan de andere kant bleven er 5 over. En van die 5 had ik me er al voor 1 al gespeeld en voor 2 nog geplaatst. Dus dat brengt voor mij wel weer een goed perspectief met het eventueel plaatsen voor het EK. Dat is weer de andere kant van de medaille. Dat is voor mij wellicht misschien op deze manier wel makkelijker gemaakt zou kunnen worden. Maar ja, dat je 8 toernooien mist, ja, dat is een hoop. Ook voor jongens die dat geld misschien aan het verdedigen zijn. Kijk, als er zometeen wel ook nog een tweede golf gaat komen, bewijs van ergens, ja, wat gaan ze dan doen? Ja, dan zul je echt hele keiharde knoop moeten doorhakken. En dan is het misschien wel gewoon een verloren jaar. Weet je, ja, het wordt heel lastig. En ook met eventuele quarantaineverplichtingen en dat soort dingen. Kijk, ik snap wel dat spelers daar niet op aan het wachten zijn. Dat je 2 weken even in Engeland in quarantaine moet gaan zitten. En als je dan thuis komt, weer 2 weken in thuisquarantaine. Dat is natuurlijk verder van ideaal voor de niet-Britse spelers in ieder geval. Want voor ons wordt het op die manier wel heel moeilijk gemaakt om echt gebruik van je tourkaart te kunnen maken. Dus het is een helse opgave voor de PDC om dit allemaal in goede gang door te laten gaan. En ze houden ons op zich goed op de hoogte. We krijgen veel updates. Ze zijn echt wel druk in de weer. Dus daar prijs ik ze ook echt wel voor. Ja, bijvoorbeeld op heel veel podia zou het dan nog wel kunnen. De wat grotere podia. Maar bijvoorbeeld ingooiruimtes, sporthallen, hotels. Ja, dat is bijna niet te doen. Nou ja, behalve op de manier waarop ze het nou met die Summer Series gaan aanpakken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, dan willen ze zo'n bubbel gaan creëren. En dan word je getest bij aankomst. En als je gewoon eenmaal door die test heen bent, mag je naar binnen. En vervolgens mag je het park niet meer af. En er zijn gewoon alleen mensen op het park op dat moment die het virus niet bij zich dragen omdat ze getest zijn. En dus heb je in principe gewoon een veilige bubbel waarin je in ieder geval darts kan spelen. Dus op die manier kunnen ze het met de vloertoernooien nog wel doen. En die vloertoernooien hebben ze natuurlijk ook nodig. Want je kan niet alleen met meetjes gaan spelen. Want dat gaat ten koste van de spelers die niet in de top zoveel staan. Hè, dan kun je totaal geen gebruik maken van je tourkaart. En dat zou dan ook niet eerlijk zijn tegenover die spelers. Dus ze hebben die vloertoernooien hebben ze gewoon nodig. Die hebben wij tenminste. Hè, die heb ik ook echt nodig om natuurlijk aan mijn ranking te werken. Dus daarom vind ik het ook heel tof hoe ze die Summer Series in elkaar gezet hebben. Is het zwaar 5 dagen achter elkaar darten? Ja, tuurlijk. Dat is altijd wel pittig. Maar goed. Manager het weet, kun je er wel naartoe werken en kun je wel je trainingsarbeid erop op neerleggen, dat je wat meer gaat gooien. Dus ja, het is momenteel gewoon een enorm lastige situatie, denk ik, voor iedereen die binnen de PDC werkt, maar ook en natuurlijk ook voor de spelers. En we kunnen niets meer doen dan continu maar gewoon goed op de regels letten en hopen dat er steeds meer versoepelingen komen en dat we zo snel mogelijk eigenlijk gewoon weer de toernooien kunnen gooien, gewoon zoals het eigenlijk was. Heb jij toevallig het protocol van de NDB Darts gelezen? Want je hebt natuurlijk ook nog langere tijd bij NDB gegooid. En er staan bijvoorbeeld regels in als handen schudden, dat is verleden tijd. Bij koppelwedstrijden iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Wat vind jij van die regels? Ja, toen ik die regels van de week voor het eerst las, vielen mij echt een aantal dingen wel op. Kijk, dat geen handen schudden. Yo, daar kan ik bij inkomen. Je kan ook gewoon tegen elkaar zeggen van, hey, goede wedstrijd, weet je wel. En handen schudden omdat dat toch met dat virus gaat doen. Nou, weet je, dat vind ik, dat moet geen punt zijn als speler. Nou, ik las ook zoiets als, geliever geen schrijver. Dan denk ik, ja, hoe kun jij een potje darten als jij geen schrijver er neer kan zetten? Dan moet je dan zelf alles gaan bijhouden. Of dat is niet echt bevorderend voor het spelletje. En met koppels inderdaad, ja, kijk, die 1,5 meter, ja, dat is in Nederland in eenmaal een regeltje aan het worden. En als het zelfs verder doorgaat, wordt het zelfs een wet en dan ons er helemaal aan te houden. Ja, dat wordt met koppelen, is dat natuurlijk lastig. Want als jij een klein cafeetje hebt en je moet daar een koppeltje gooien en je moet allemaal 1,5 meter afstand houden. Ja, dan weet ik niet hoe je dat allemaal moet gaan realiseren. Maar in menig kroeg waar ik in het jaar kom om competitie of Super League te darten, kan dat niet eens. En dat is soms al een singlepartijtje al krap zat. En de base, dat soort dingen, dat zie ik dit jaar ook eigenlijk allemaal wel een beetje in de soep lopen. Want ja, hoe moet je dat nu allemaal gaan organiseren dan in van die sporthallen waar je normaal komt? Dat valt niet te doen. Dat zijn open toernooien, hè? Een Dutch Open. Dat dit jaar denk ik geen plaatsvinden. Hoe kun jij in een bonte wever dan als er 5000 man op 1,5 meter houden? Mag je nog wel 3 van die bonte wevers ernaast zetten? Dat je een keer een beetje de ruimte hebt.
Nou ja, bijvoorbeeld naar het protocol kijkende, dan zou bijvoorbeeld als er geen caller is, dan zou de speler zelf eerst zijn score moeten opnoemen. En zelf een stift meenemen en dat zelf dus opschrijven. Ja, in hoeverre zorgt het voor afleiding? In hoeverre vind je dat echt een goede oplossing? Dat is geen oplossing. Ik ga niet mijn eigen partij schrijven, daar pas ik voor. Ik ben speler, ik ben geen schrijver. Daar hebben we normaal gesproken gewoon de schrijvers voor. En dat beïnvloedt je hele worp, je concentratie. Want normaal gesproken is het gewoon gooien. En in mijn geval zo snel mogelijk gooien. En dan teruglopen, achter de speler staan, focus erbij houden. En als je dan tussendoor nog eens een keer je eigen score moet gaan opschrijven. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En hoe gaan ze dat dan doen? Want dan heb ik dus daar een stift liggen. Maar mijn tegenstander heeft hij dan wel een eigen stift. Want als hij mijn stift aanraakt, dan kunnen we net zo goed ook onze handen schudden. Dus dan krijg je weer allemaal van die extra bijkomstigheden. Waarvan ik denk, van dat heeft geen zin. Ik speel zelf bij Bosgenoegen Super League. Nou, die uitbater bij Bosgenoegen, die zei zelf al van... Weet je wat, ik maak wel gewoon een schotje tussen het schrijfbord en gewoon een doorzichtig schotje tussen het schrijfbord en het dartbord. Schrijven het wel gewoon goed kan zien, maar dat je dan niet de eventuele adem, dat dat dan tegengehouden wordt door dat schotje. Maar ja, dat mag dan weer niet. Want ik denk, nou, in mijn optiek, als je daar als speler geen last van hebt, lijkt het mij een vrij goede oplossing. Stel nou dat ik moet spelen op de tour tegen Ricky Evans, een hele snelle darter. En wij zouden zelf onze score moeten opschrijven. Dan staan we op een gegeven moment markant naast elkaar, want wij gooien allebei zo snel en we wachten niet echt op elkaar waarschijnlijk. Dan staan we gewoon naast elkaar, want dan op het moment dat ik aan het schrijven ben, dan zijn er drie pijlen al in bord zitten. Ja, dat werkt niet. Nog iets te vragen, Corrado? Nee. Ik denk dat we er al best ver doorheen zijn. Dan wil ik je hartelijk bedanken, Martijn. Ja, graag gedaan, geen probleem. Dat is ja, graag gedaan. Van het mooie weer. Blijf gezond, dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Ja, goed, dat zal wel goed komen. Ja, gelukkig maar. Hey, dan spreken we elkaar nog wel wellicht. Ja, komt goed. Hey, yo. Dankjewel. Doei.